vind ik echt leuk ook. Heel spontaan. Dus ik kom al op. De snelheid waarmee ze dat doet, dat sta ik van bekend. Heb je het gezien? He? Heb je het gezien dat ze het maakten? Ze heeft hier gemaakt. Ah joh. Heb jij ook een atelier? Ja. Laat zien. Ja. Heel klein. Dat is eigenlijk de schuur. Die liep eerst altijd onder water. Als het heel hard regent en waait. Maar ik heb nu alles geïsoleerd. Ik heb een drempeltje gemaakt. En ik kan het niet meer inrekenen. Waar was je nou het laatst mee bezig? Met Johan Cruijff. Maar die is nog niet af. Ik had Aart Schenk en Johan Cruijff gemaakt. Ik ga met mijn zusje, met Relinde, op de beurs staan. In augustus. Dan moet ik eigenlijk nog wat dingetjes maken. Wat voor beurs is dat? Ja, een kunstbeurs. En eigenlijk vind ik dat een beetje stom. Dus we gaan ook in Purmerend, dus dat kent niemand ons. En dan ga ik ook snel tekenen, want dat heb ik ook laatst voor het eerste keer gedaan. Dat ging hartstikke goed. Ik moet ook een portret maken van deze man. Een beetje cartoonachtig kijken. Maar goed, zo moet het niet worden hoor. Maar ik zal eventjes die... Ik heb natuurlijk die daar gemaakt, heb ik allemaal verkocht. Dus die heb ik niet meer. Wat doe je nou liever, schilderen of tekenen? Of beeldhouwen? Dit is een buurvrouw. Oh, Ingrid. Ingrid. eigenlijk tekenen, denk ik. Maar ik heb ook heel erg, als ik dan een tijdje tekenen wil ik weer schilderen. En dan wil ik weer beeldhouwen. Oh ja, nog een buurvrouw. Oh, ik heb eigenlijk best veel gemaakt, zie ik. Ik heb best veel geoefend. En je had ook een schilderij gemaakt van Alex van Warmerdam? Ja. Nou, hier heb jij geslapen. Deze zou ik zo ook neerzetten? Of? Ja, goed. Ja. Ik ben er nog één aan het maken. Maar die heb ik eigenlijk met wateroplosbare olieverf. En die heb ik nu weggegeven onder van klote spul. Dus moet ik eigenlijk nog even afmaken, anders kunnen we erop. En ik wou hier op zijn blouse allemaal nietjes doen. Omdat vanwege die film, heb je die gezien? Hoe heet die ook alweer? Ik geloof een van zijn laatste films, daar wordt iemand zo vastgetackerd aan de vloer. Ach. Ja. Kijk, dit is een heel raar spul. Het is van die olieverf die wateroplosbaar is. Het is heel vervelend spul, vind ik. Ga ik niet meer kopen. Ja, ik heb het al weggedaan. Ja. Dus dan moet ik even kijken hoe ik het nu afmaak. Er blijven pluisjes aan. Ook dat, ja. Ook dat. Maar ik vind gewoon heel mooi wat hij allemaal tekent en schildert. Ja, hier kijkt hij anders. Ja, terwijl het van dezelfde foto gedaan is, maar... Dan hebben we nog één van jouw zoon. Ja. Dat is olieverf. Die vond ik eerst een beetje mislukt, maar toen ik hem langer had, vond ik hem ineens toch heel mooi. Hij lijkt, ja, het is toch wel echt tip. En wat doe je dan eigenlijk het liefste? Maak je het liefste dingen op het platte vlak of toch ook wel... Het allerliefste decor. Echt gewoon, bijvoorbeeld we moesten een boom maken, een stuk boom van 5x5. En ik heb een paar jaar geleden, we hebben een hele grote schedel gemaakt van piepschuim. Van 3 meter hoog. Dat soort dingen vind ik eigenlijk het leukst. Ja. Echt leuk. En dat dan snel af moet. Gewoon doorwerken, pezen, weet je wel. Dan ben ik nog begonnen met een bijl. Dus daar heb ik ongelooflijk onhandig mee lopen stoeien. En ik wou eigenlijk nog iets voor hele grote vleugels eraan. En ik had even hier had ik een soort boomstronk. Maar die zat altijd in de weg. Dus nu is het meer een soort bijzettafeltje. Ik vind hem op een manier wel leuk. Wel gezellig. Je houdt wel van het stevige werk, hè? Ja. Want dat is nog niet een bepaald een licht object. Nee,
Nee. Nee, het liefst zou ik ook met een boomzaag echt hele grote dingen maken. En dat ga ik ook binnenkort een keer doen. Want ik ken iemand die daar ook lessen geeft. Maar ik heb dan wel snel weer last van mijn schouder. Dus dat moet ik eigenlijk... Ik heb ook een hele grote vis gemaakt. Uit een boomstronk met twee takken. Dat waren dan de vinnen. Een hele grote vis met twee loodsvisjes. Maar daar... Ja, je moet goed staan en zo, maar op een gegeven moment ga je toch heel onhandig staan en ik krijg weer last van je schouders. Dus ik moet dat niet te zwaar gaan doen meer, helaas. Mm-hmm. Maar heel groot werk vind ik wel ontzettend leuk. Komen dit soort dingen niet voor op kerken? Ja, ja, dat is wel het idee, ja. Zo'n Duivelshond ja, of wat, ja. Het heeft een naam, toch? Ja. Ook weer, niet Quasimodo, maar... Ja. Klopt. Oh. Hond. Hond is weg. En die hoort iets. Ja, en hier heb ik ook nog beeldjes. Het is een beetje donker hier. Hier wou ik een keer voor de lol een... toen ik nog op stand woonde, had natuurlijk een schoonmaakster. En die mensen, sorry, maar... Die maakt soms met een sopje dit soort dingen schoon. Dat kan natuurlijk niet. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk een beeld hebben met een handvat. Voor de schoonmaakster. Ik kan het zo aan de kant zetten. En iedereen moet erom lachen. Maar ik had toen een hele lieve schoonmaakster. Henny. En die vond het hartstikke handig. Ja, handig. Die vond dat een goed plan. Dus het is een beeld met een handvat. Ja, ik vond het zelf wel grappig. Mm. Nou ja, dus daar vandaar vruchtwater. Marionettenpoppen. Ik heb ook wel eens dingen gemaakt voor een poppenspeelster die in Utrecht woont. Ina Geisler. Die speelt ook voor Moffel en Pier, zo, kan je dat? Nou, dat is een, voor kinderen. Ik doe het maar eventjes ergens in. Dat is ook in de Schelling gemaakt, takken. Dan ben ik ook weer bezig met iets. Maar dat moet ik dan ook weer afmaken. En die moet ik ook nog afmaken. Dit voor de benen. Dit moeten benen worden. Charmante benen. Het zijn nu nog een beetje lompe stronken. Er moet altijd wel een gezichtje in zitten bij jou. Ja, op een of andere manier kom ik erachter dat ik wel altijd met koppen bezig ben. Gezichten. Een bordje, dat is voor een brokante, dus natuurlijk Jacques Cousteau en Brigitte bordje. Pardon. Zijn er nou veel kunstenaars hier in het dorp? Volgens mij zitten altijd overal heel veel kunstenaars verstopt. Maar ja, wanneer ben je een kunstenaar, dus heb je dat... Dus je wil gewoon heel goed zijn voordat je jezelf kunstenaar noemt. Maar hier in het dorp ken je mensen die hetzelfde doen als jij? Ja, Malou de Wijs, vriendin van mij, die dat portretje daarachter had gemaakt. En Malou vind ik wel heel goed, die kan heel mooi schilderen. Maar die krijgt het ook niet uit de strot dat ze kunstenaar is. Ik werk ook voor Leonardo da Vinci, daar begeleid ik kunstenaars met een beperking. En er zijn absoluut mensen die hele mooie dingen maken. En die noemen zich gewoon kunstenaar. En die hebben een wit doek in het begin gewoon, weet je wel. Dat is best wel gaaf. In het begin vond ik dat ook heel inspirerend. En we hebben een keer heel leuk beeld ontworpen voor op de rotonde in Ermelo. Met allemaal rollators en stukken rolstoel. En, maar ja, dat kwam er niet door. En nou staat er een heel burgerlijke hert. Staat er. Schaapjes. En er staat ergens langs de weg een beeld van een militair. Nou ja, goed. Dat is Ermelo. Nee. Harderwijk wel. Harderwijk gebeurt wel veel meer. We hebben ze veel meer. Overal mooie beelden en dingen. Ja. Oh, dan is het nog een goede beeldhouwer ook wel hier. John Speck, die maakt ook wel heel veel beelden. Ja. Dus die verkoopt ook wel. Daar staan ook wel dingen bij hotels en... Ja, en je hebt ook nog wat gedaan voor omroepen, toch? Je hebt het... Ja, ik heb vroeger voor Brandwachter Meijer gewerkt.
En daar moesten we allerlei opdrachten doen voor, toen voor de NOB en de Mol. All You Need Is Love en ook voor films. Een voor- en tegenspoedserie. En, dat waren allemaal decors? Ja, allemaal decors. Heel veel ook dingen oud maken of nephout. Veel in die studio's moeten werken bij de, in Hilversum. En dan moest je bijvoorbeeld een vloerschildering maken 's nachts. Met een stuk beton en een stuk hout en een stuk roest. En dat soort echt decoratiedingen. We hebben heel veel gedaan. Waarom 's nachts? Nou, in zo'n studio daar hebben ze overdag opnames. En de volgende dag weer opnames. En dan moet 's nachts, 's avonds moet het decor weggehaald worden. En dan moet 's nachts die vloerschildering gedaan worden. En dan moet 's ochtends heel vroeg het decor weer opgebouwd worden. Dus dat moest altijd 's nachts. Ja. Heb je daar geen werk meer? Nou, weet je, ik heb nu 3 kinderen, dus ik ga nu niet meer 's nachts werken sowieso. En in die decorwereld was het toch ook wel hollen of stilstaan. Dan moest je echt een week lang heel veel uren draaien. En er had toen al niemand meer verkering in dat bedrijf. En Huip, toen mijn toenmalige vriend, zei ook van... als je zo doorgaat, dan kan je een andere vriend zoeken. Dus daar ben ik op een gegeven moment maar mee opgehouden. Toen heb ik ook mijn hond gekocht. En toen zijn we aan kinderen begonnen. Ik dacht, toch mijn zusje thuis moet zijn. En dan woon ik ook nog in Ermelo. Dus wat dat betreft is het wel... niet echt zoals ik mijn leven had gepland, zo gezapig. Maar goed, aan de andere kant, het is ook voor kinderen hier wel heel relaxed en veilig. Ja, dus... ja, je hebt hier een waterbassen, je hebt hier ja, alles. Ja, ja. En wat is dat? Ja, dit is gewoon prachtig uit Denemarken. Dat zijn gewoon stenen van het strand. Het zijn gewoon echt beelden op zich. Het is echt gewoon, moet je kijken hoe mooi. Ja. Zo'n mooi ding. En dit moet je kijken. Dit zet ik zo neer. En nu heb ik het even om de tafel. En deze zet ik dan zo neer. Het zijn gewoon stenen van het strand. Ja, dat zijn gewoon beelden. Het is gewoon echt prachtig. Ja. Gewoon aan de gang gegaan. Ja, en neem maar plaatjes, dat is ook heel erg leuk. Dan vraag ze allemaal ideetjes. En vind je dit leuk, vind je dat leuk? Allemaal boeken. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Dat is gewoon heel erg leuk.